Het verkeer in en rond Antwerpen sliept dicht, zoveel is intussen duidelijk. Maar de oplossing die de Vlaamse regering daarvoor heeft klaarliggen, het masterplan 2020 met de Oosterweelverbinding, zal daar maar weinig aan veranderen. Dat stellen de actiegroepen op basis van een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum. Uit het rapport leren we dat aan de Kennedy-tunnel, na die zware investering van 4,5 miljard euro, masterplan, dat we aan de Kennedy-tunnel in 2020 nog altijd zullen stilstaan. Structurele verzadiging, meer dan 100%. Dat we op de Antwerpse ring 90% verzadiging zullen hebben. Dat wil zeggen congestie tussen de Kruijbeckstunnel en het Sportpaleis. Dus ook daar geen echte verbetering. En, worst of all, dat we aan de Oosterweeltunnel, dat daar amper verkeer zal rijden. Dus daar dreigt een tweede Liefkeshoektunnelscenario. Want het doorgaand verkeer zal volgens actiegroepen niet voor de Oosterweelverbinding met tol kiezen, maar wel voor de Antwerpse ring met files tot gevolg. De actiegroepen bieden met hun mecanotracé wel een alternatief voor het doorgaand verkeer, dat niet meer door maar rond de stad kan rijden. Ook burgemeester Janssens lijkt steeds meer gewonnen voor dat idee. Dat maakte hij duidelijk in Wakker op zondag. We hebben met veel instemming de burgemeester zondag horen zeggen dat ook hij vindt dat het doorgaand verkeer buiten de stad hoort. En dat ook hij vindt dat gezondheid een zeer belangrijk thema van de gemeenteraadsverkiezingen zal worden. Dus leg die twee dingen samen en dan eindig je bij Mecano. Dus wij hopen nu dat de burgemeester nu ook nog na zijn uitspraken daar daden aan toevoegt, dat de Vlaamse regering het masterplan schrapt en dat ze eindelijk werk maken van het doorgaand verkeer buiten Antwerpen houden via een mecanotracé. In de recente peiling van Gazet van Antwerpen stond gezondheid hoog in de top 10 van belangrijke verkiezingsthema's voor 2012.